Kenneth van Kempen, hoe is het om terug te zijn op het oude nest? Het is leuk. Het begin is goed. We zijn denk ik goed begonnen met het seizoen. Dus het is leuk om weer terug te zijn en weer te spelen in de Nederlandse competitie. Vorig jaar in Amerika, toeschouwersaantallen van duizenden. Dit is even een andere koek. Je bent vorig jaar ook doorgedrongen tot de laatste 32 van het Amerikaanse collegebasketbal. Vergelijk het met elkaar, die twee dingen, of mag je niet vergelijken? Nee, het is heel moeilijk te vergelijken. College basketbal en ja, dit is toch heel anders. De atmosfeer is anders en het is heel moeilijk te vergelijken. Ik denk dat je dat niet kan vergelijken. Wat heeft die 4 jaar Amerika jou gebracht, jou geleerd? Veel, mentaal sterker geworden, ook fysiek, maar ook op basketbalgebied heb ik veel bijgeleerd. En als je toch voor zoveel mensen speelt, word je mentaal toch wat sterker van en zo. En dat is denk ik wel het belangrijkste. En hoe gaat Weert daarvan profiteren? Ik probeer gewoon zo goed mogelijk voor het team te spelen en hard werken elke dag. En zo minuten en rebounds zijn gewoon alle dingen die ik kan doen voor het team om dat te doen. Hoe ben je nu fysiek? Ben je nu helemaal fit? Ben je nu helemaal klaar? Ik ben er bijna. Het is nog niet alles 100%. Ik probeer mijn vorm nog wel een beetje terug te krijgen naar die blessure, maar het komt en het gaat steeds beter. Dus, En wat kunnen we van dit Weert verwachten? Ik denk dat je er veel van kan verwachten als we gewoon draaien en goed spelen. Zoals we thuis ook hard spelen en dat proberen door te halen naar uitwedstrijden. Dan denk ik dat we een goed jaar kunnen hebben in ieder geval.